Hilversum West presenteert in de serie Moment voor een televisiemonument de mooiste programma's en de meest bijzondere gasten in de carrière van televisieman Rick Velderhof. Vandaag nemen we u terug naar oktober 1990, toen Rick voor het eerst te zien was met zijn allereerste televisieprogramma De Stoel. Hierin gaat Rick op zoek naar heel bijzondere, soms excentrieke Nederlanders in alle uithoeken van de wereld. Hij neemt op zijn reis een fraaie rieten stoel mee. Zodra een gast van hem hierin plaatsneemt, wordt het een echte praatstoel. En dan krijgt de kijker thuis een fascinerend kijkje in het hart en het leven van deze persoon. Geniet u mee van het begin van jaren prachtige televisie. Kijk je op? Gaan we dan weer? Wat moet je daar dan weer? En? Nou, zit goed hoor. Ja. Zeg, wat levert het op eigenlijk dat ik hier zit? Is er gevaar bij? Ja, gevaar bij. Heerlijk. Heerlijk, kijk. Gewoon, ik heb thuis een betere. Heerlijk. Ja. Was u wel aan toe, hè? Ik heb een hele wandeling gemaakt, ja. Ja. Zomaar voor de gezelligheid. Ja, wat dacht u? Voor mijn verdriet? Maar hij zit wel lekker, hoor. Hij zit goed, hè? Ja, hij zit wel lekker. Wat voor cijfer geeft u? Nou, ik geef hem toch wel een 8-9. 8-9? 8-9, ja. 8,5 dus? Ja, dat... 8 plus? Maar wel iets dat jullie hier iets overheen maken dat het ook een beetje zacht aan voelt. Want dit is ook erg gevoelig, hè, ellebogen. Vond u dit ook zo hard aan uw armen? Ja, maar ik heb ook zoiets stoel, dus ik ben wel gewend. Ik heb ook zo van dat roten, zo'n stoel thuis. Dat is iets bijzonders in die stoel, hè? Een stoel die wordt gebruikt voor televisie. Oh. Nou, is leuk. Is heel apart dus. Ja. Dus ik ben een televisiester nou. Welkom, bij jou en per volgende. Merci, beaucoup. J'ai bien réussi d'être ici, Mevrouw Hafkemeijer komt uit Den Haag. Als generaalsvrouw is ze al jaren een bekende verschijning in diverse societykringen, in binnen- en buitenland. Vandaag heeft mevrouw Hafkemeijer een afspraak op de Antwerpse Golfclub met de heer Van Oest, een Bourgondisch getinte makelaar met handicap 20. Hallo, was je er in Den Haag? Ja. Zo. Ja. Goed, een matchpleetje, hè? Prima. U tutoieert elkaar? Wij tutoieren. Ja. Dat jij ook. U vindt het prettiger als ik u ook tutoieer? Ja, natuurlijk, Rick. In de golf is het gebruikelijk dat iedereen elkaar bij de voornaam noemt. Alle leden noemen elkaar altijd bij de naam. Maar is het niet een beetje vreemd dat ik u aanspreek met Katharien in plaats van met mevrouw? Wel nee, Daas. Dan ben je mijn caddy dus. Mijn caddy? Ja, als je dus bijvoorbeeld voor mij zou caddyen, dan zeg je mevrouw, dan draag je mijn stokken en dan wordt er niet getutoieerd, maar nee, dus dat is jij gewoon, ik ben gewoon Katrientje. Katrientje, ja? Ja, gewoon Katrientje. Golf is een silence. Wat zegt u? Golf is een silence play. Ja. En als
afgeslagen, maar de andere moet je altijd je mond houden. Dat was een goede bal, hè? Even kijken. Ze adresseert haar bal. Ze adresseert haar bal. Ze slaat. Ze heeft hem opgetiet gehad. Ja, het is een beetje een slap slagje, maar ze zijn ook op oude al. Ik heb een mooie pet gekregen ook. Ik vind dit een ontzettend leuke hoed. Is het niet vreemd? Nee, nou in de eerste plaats, hij is natuurlijk, het is useful als je een beetje regen, het is useful. Als je een beetje regen op je hoofd krijgt, dan is het prettig om een pet te dragen. Het is het beschermt je tegen bepaald licht. Mooi schat. Mooi recht. Oh, ik sla altijd van een geel tietje af. Dat is mis. Ik ben een beetje bijgelovig. Daar voel ik me prettig bij. En dan zet ik zo'n geel tietje bij die afslag. En ja, ik weet niet. En als ik dan inderdaad dus fijn gespeeld heb, zo 9 holes lang, dan is dat tietje. Dat is een goed tietje. Geef ik ook van waar, zo zeg ik tegen mijn partner. Daar heb ik geluk mee gehad hier, maar kijk, tietje. Geen last van je bal. Dus het maakt niet uit. Strak geput. Heel mooi van lengte. Ik vond hem super geconcentreerd. Ja. Dat heb je altijd als je... Alsjeblieft. ...voor de gallery werkt. Oei. Bon, joli coup. Eh ben. Bien toi. Allez, bonne chance. Bon, au revoir. Au revoir. C'est le bon truc. Leuk. Heerlijk dat je toch je hele leven door kunt spelen. Ja. Till the bitter end. Nou. Ja, beaucoup de membres ici qui parlent seulement français. C'est d'habitude. Wat zei ik? Ja, beaucoup de membres ici qui se parlent seulement français. Dat is de taal die wordt gesproken hier op het golfveld in Antwerpen? Nee, in de parle pas flamand. Je zit hier midden in Vlaanderen en ze spreken hier Frans. Geen nagaan. Dan praat je over een sport, dan zeggen ze, nou, niks bekaksam. Niks. Sport voor de gewone mensen. En met de pauvre pas comprendre Hollande. Nou, oui, mais si on parle français, c'est un public spécial. Of niet dan? C'est de Bruxelles. Maar als je toch Frans gaat praten of een... Oei! Oh, zie je. Ça c'est parce que on ne peut pas parler. Wanneer men de bal adresseert. Je hebt hier iets voor. Quand on adresse la balle. Wil je niet zeker expres voor mij? Oh. Ja. Ja, er zit een gat in mijn zak. Dus even concentreren. Waarom golf je zo graag op de Antwerpse golfclub, de Royal Antwerp Golf Club? Ja, omdat hier nog de oude sfeer hangt. Ik vind het aardig. Het is leuk. Je komt aan op het plein. Het is nog persoonlijk. De mensen groeten je op een bepaalde persoonlijke manier. Men ziet er hier ook nog eigenlijk op de ouderwetse manier gekleed uit. Dat is toch best wel grappig. Zoals je dan dus opeens iemand ziet met een trui aan waar de muizen aan geknaagd hebben. Het is eigenlijk typisch. Hij houdt van die oude trui en hij heeft daar jaren in gegolfd, dus hij blijft dat doen. En hij gaat niet in scharlaken, kleurige kleren golven. Het heeft hier iets nog van die oude sfeer. Zo met die oude kleedster in de dameskleedkamer die op je pullen past en je in het Frans aanspreekt. Ach, dat heeft een charme.
Dat is gewoon, je stapt eens even uit je eigen wereld, terwijl het zo dichtbij is. Je bent een uurtje rijden en je bent in een andere wereld. Waar het 5 graden warmer is dan in ons westen. Heb je nog andere hobby's, Katrien? Nou ja, verschillende. Onder andere schietsport. Schietsport? Ja, en dat is dus ook dat zijn twee sporten die heel goed met elkaar te combineren zijn. Golf en schietsport zijn beide sporten waar je heel erg mee moet concentreren. Maar wat schiet je dan? Ja. Met wat? Nou, ik in dit geval doe het pistool schieten. Je hebt dus ook geweer, maar ik doe dus pistool. Maar met dat pistool moet je dus heel erg concentreren. En als je, nou zeg maar, je zo'n paar weken achter elkaar geoefend hebt, dan merk je dat ook weer in je golfspel, dan is dat ook weer geconcentreerder. Waarom ben je begonnen met schietsport? Nou, ik dacht eigenlijk dat dat was mijn ding voor de verzelfstandiging van de vrouw. In de jaren 70, toen dat allemaal zo opkwam. Ik heb dat niet bewust gedaan, maar achteraf heb ik begrepen dat dat onbewust mijn act is geweest voor die verzelfstandiging van de vrouw. Ik wenste net zoals de man ook dezelfde sporten te bedrijven als de man. Ook daar in zo'n mannenclub gelijkwaardig opgenomen te worden. En ik moet ook zeggen, dat is ontzettend goed gelukt, want dat is een hele leuke wereld. De das van een man is een status, maar daar moet hij zich werkelijk bewust van zijn. Een das van een man is zijn status. Geeft de status van de man aan. Dus als je een bepaalde das aan hebt, kun je zien op welke leren trap van de ladder. Leren spreken ook een taal. Bijvoorbeeld, regimental ties.